Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ik heb al een beetje voorwerk gedaan, hè. Kijk, alle kleppen. Ik heb ze al. Ik was al een beetje aan het sorteren tussen goede en slechte, hè? Want we hebben nou keuze natuurlijk, hè. Hier heb ik een aantal neergezet die worden het niet. Die zijn er al uitgegaan in de voorronde, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik heb net uitleg gekregen over de kleppenslijpmachine. Dus we gaan kleppen slijpen. We hebben er al eentje gedaan hier. Kijk eens even. Oh. Mooi, hè? Ja. Alleen één dingetje gemerkt. We moeten even de stelen nog beter oppoetsen. Dat is namelijk heel voornaam dat hij natuurlijk heel recht is ingespannen in de machine. Maar dat zien jullie dadelijk wel. Dus ik ga ze eerst even oppoetsen. En dan gaan we ze daar slijpen. De uitlaatkleppen ben ik niet zo bang voor, die hebben echt wel genoeg. Daar heb ik ook gewoon nieuwe voor, hè. Die waren het slechtste eigenlijk. Maar met die andere motor hebben we gewoon voldoende. En dan heb ik nog een paar nieuwe ook nog zelfs. Nee. Maar ja, die gaan we niet gebruiken, want ik kan deze gewoon repareren en deze gebruiken. De nieuwe die leg ik in mijn magazijn, in mijn museum of zoiets. Ja. Is daarvoor gemaakt. Ja, dit is hem dan, de kleppenslijpbank. Ja, dat is mooi, hè. Ik heb net uitleg gekregen over hoe dat hij werkt. Hij is al enigszins afgesteld. Hè. Hier gaat de klep in. Dat gaan we gelijk even doen. Zo. De aanslag is al afgesteld. Hop, klik. Zit vast. Nou ga ik draaien. Kijk. We zien hier het toerental, dat kun je instellen. En het toerental is dan weer afhankelijk van de diameter van de klepzitting. Kunnen we kijken. Ja, deze draait naar 60. Dat klopt ongeveer wel, want we zitten met een diameter van 50. Zo. Dus dat is goed. Nou, mooi. Dan deze aan. Slijpsteentje zit daar. Yep. Koeling aan. Ja. Body. Ja, ja. Het is net gewoon een soort draaibankje eigenlijk, hè. Kijk. Zo. Het zou goed moeten zijn. Ja. Heeft hem mooi overal geraakt, dus dit moet goed zijn. Volgende. Ja, dat vind ik leuk werk, dit. Gaat lekker snel zo ook. Ik had hem al een beetje teruggedraaid. Yes. Dan zit ik er aan toe draaien. Deze is krom. Ja, hij slingert zo. Ik weet niet of dat uitmaakt. Want eigenlijk als ze hem geslepen hebben, maakt het volgens mij niet veel meer uit. Maar... Als het goed zou die, want ik heb net even gecontroleerd, er zaten nog een paar kleine pitjes in. Dus we moeten hem nou nog een keer slijpen. Maar als het goed is, mag hij nou niet meer slingeren, want we hebben hem net geslepen. En nog een keer inspannen zou nu recht moeten zijn. Dus meteen een goede controle. Zie je, slingert vast weer, hè. Deze leggen we even apart, deze klep. Niet goed. Ik weet niet, ik hou dit niet zo hard. Zo.
gedaan. En ik kan mooi zien, deze die is nou nog niet helemaal netjes geslepen. Kijk, hier zit nog een stuk van het doffe wat iets dieper ligt, een slijtvlak. Dus deze moet nog een beetje meer. Ja, rondom geen putjes meer. Helemaal mooi schoon. Die is goed. Eens kijken, dat weet je wel, maar... Ik denk dat het gewoon... En op het vlak? Ja, vlak moet recht zijn eigenlijk, ja, nou, hè? Vlak moet eigenlijk recht zijn, ja. Nou, dat is hij ook wel. Net al gestapt, dat schilletje weg. Eigenlijk iets fijner, kleiner klokje. Uitlaat me. Maar zijn die, als ik nou zo'n klein klepje pak, is die niet magnetisch, zeg jij? Nee. Echt? Dat wil ik zien. Inlaat is meestal magnesium, zit daarin. Kijk ernaar. Ja, heerlijk. Ja. Leuk. Oh, zijn ze allemaal met je magnesium? Is er ook wel iets van magnesium in? Dat is allemaal stalinium. Legermateriaal. Stalinium, Russisch. Dat is wel goed. Kunnen wij maar onder. Hier wat deze vlak. Ik heb net gehoord dat ze druk bezig zijn met de kleppen eruit frezen. Dus we gaan gauw even kijken. Het is al bezig. Ja. Mooi man. Ja, ik zei dus wel klep, maar ik doe klep. Klep zitting, hè? Ja, de tovenaar die dit heeft ingesteld, die wil niet in beeld komen. Dus die heeft zich gauw verstopt toen wij eraan kwamen. Dit hebben we nou bij, hè? Echt super nauwkeurig ingesteld. Kijk, hij... Zakt daar net het laatste snipje van de zitting door. Hij gaat eerst contourt hij hem helemaal weg. He, want het is een stalen zitting in een aluminium kop. En dan, dit is nou de toevoeging op het programma van gisteren. Is dat hij net nog even zo, ding, net tot de rand toe steekt. En dan kan hij hem zo weer uithalen. Kijk, deze die is er al uit. Ja, je ziet het, het aluminium van de kop is gewoon eigenlijk niet geraakt. Super nauwkeurig. Mooi man. Zo, die daar. Oh. En dan moeten we deze hebben, de kleintjes. Maar dan moeten we even de beste eruit zoeken natuurlijk. Zo. Ja, prima. Ik heb nou een aantal klepjes geslepen. En nou moeten we eventjes de slijpsteen weer een keer dressen. En de dressen, dat is eigenlijk de slijpsteen slijpen, om het zo maar te zeggen. De slijpsteen die gaat natuurlijk, die slijt ook. En daardoor kan die ja, niet meer mooi recht zijn. En in veel gevallen maakt dat niet uit. Maar als je mooie rechte kleppen wil slijpen, dan maakt dat natuurlijk wel uit. Dan heb ik hier even een gereedschapje erin gezet. Deze. En die is harder dan de slijpsteen. En nou gaan we de slijpsteen een beetje slijpen. Daarachter is die, daar kom ik nooit met die kleppen. Ja. Next one. Hey, kijk eens daar. Ah, ja. Dat heeft het opgetild daar, hè? Is dat blok van de zee van jou? Ja. Oh, moet kijken wat een vies peuk.
Ja, let op hoe het je dadelijk uitziet hoor. Dat moet wel zijn. Dat is niet goed, zie je. Er moet een beetje meer af, hier zitten nog putjes in. Nou, daar gaat hij op lekken natuurlijk, hè? Ja. Deze is hier aan de zijkant ruw, vermoedelijk door het vels dat die materiaal zelfs in de groefjes aan de buitenkant van de zetel gedrukt heeft. Oh ja. Dus daar moeten we iets anders op verzinnen. Zo, zo weer de laatste. Ja. Hey. Ja, je ziet het wel een beetje. Er zit een klein pitje nog. Ik kan hem nog een keer doen, maar ik kan ook gewoon even een paar andere pakken nog. Oh ja, dat is die vervorming eigenlijk van de klepje. Oh, kijk. Oh. Ja, we moeten een beetje meer hebben nog. Beter? Nou, zijn ze weg. Ja hoor. Hij is schoon. Zo. Ja, is mooi hè? Ja. Even een keertje allemaal nalopen. Deze heb ik meegebracht. Een van de oude cilinderbussen. En wat we eigenlijk willen doen is even deze nameten en vergelijken met de nieuwe. Want de nieuwe die gingen nogal strak in. Dat had ik gisteren even gepast. Volgens mij hebben we het niet op de video staan. Maar dan wil ik eens even kijken of dat deze ook zo strak past. Dus ik dacht, voordat we gaan meten, kan ik eerst al eens beginnen met gewoon de aflichtingen eraf te halen. Deze een beetje oppoetsen en dan vast een keer te passen voor te meten. En dan daarna kunnen we hem nameten. Oh, hey. Nog eentje. Dan ligt er hierboven nog één in. Nou, haal hem even helemaal uit de groef. Zo, kijk. En dan kan hij eraf. Ups. Ik denk dat deze
er wel in kan schuiven. Misschien moeten we er even een beetje WD-40 bij doen. Ja, hey. Oeh, die is mooi. Ja, die is mooi, hè? Even voor het gevoel. Ging die andere nou verder of? Ja, zet hem er maar eens naast. Je kunt het zien, hè? En dan sta ik boterhammetjes tijd. En koffie. Oh, ja, die gaat toch wel makkelijker erin, hoor. Zie je dat? Ja. Ja. Het lijkt wel net een beetje anders, stiekem. Het is hetzelfde volgens mij. Ook 165. Even kijken, 164. We moeten dadelijk nog even met een schroefmaat controleren of dat het echt hetzelfde is. Maar zo op het eerste gezicht lijkt het allemaal wel. Laten we ook alvast even kijken naar de afdichtingen. Deze heb ik er net afgehaald. Ik heb nieuwe. Laten we die ook vast bekijken of het wel de goede zijn. Dat zouden ze moeten zijn. Nou, dat... Dat zit wel goed. Dat zit wel snor. Ja, dat zou dan deze zijn. Laten we het hopen. Anders loopt de koelvloeistof tussen de kop uit. Ja, dit is namelijk... Het zijn natte bussen, zoals ze dat dan noemen. Dus een cilinderbus, hè, die komt daar in blok, hebben we natuurlijk net gezien. Hier zit koelwater omheen, om de motor te koelen natuurlijk. Hier zitten een aantal afdichtingen. Als je hier gaat lekken, dan lekt die in het karter. Dus dan krijgen we van die koffiemelk daar onderin. Dat moeten we niet hebben. Nee, nee. En als je hier gaat lekken, dan lekt die hier tussen die groeven, tussen die kop uit. En die kop die ligt namelijk niet vast op het blok. Dat is wel apart eigenlijk. Meestal bij een auto heb je gewoon de kop eigenlijk zo op tegen het blok zit. Dan ligt er zo'n één grote koppakking tussen. Maar hier is dat niet het geval. Die cilinderbussen die steken iets boven het blok uit straks met die koperen ringen. En als de kop er tegen aangeschroefd wordt, dan blijf je hier eigenlijk een kier houden hier tussen. En daarom liggen hier overal van die rubberen ringetjes voor die waterkanalen. En ook hier bijvoorbeeld de rubber om die distributie dicht te maken. Daarom is dit ook hier allemaal geoxideerd, hè? Hier tussen. Ja. Want daar kan gewoon, gewoon veiligheid tussen komen. Maar als zo'n afdichting kapot is, dan kan die dus ook gewoon koelvloeistof hier naar buiten toe gaan lekken. Dat willen we niet. Nee. Kwak. De schroefmaat. Zijn die bussen aan de buitenkant vernikkeld of zo? Ja, voor het water, dat ze niet gaan roesten. Ja. Dat zou kunnen, ja. Cavitatie-erosie te bekennen. Moet hem erin kunnen. Nou, mooi. Tussen zijn goed. Je kunt er even draaien, hè? De maat. Daar kennen we hem ermee uitpersen. Misschien wel. Zomaar gevonden. Ja, heb ik gevonden. De invalt
Dat hij hem centreert. En dan een randje dat je centreert, want dan houdt het gelijk. En dan zet hij scheef. Dan moet hij wel iets soerts verdraaien. Waar kan ik? Ik heb 500ste groter afgesteld dan de diameter van de bus. Op de ronde maat afgesteld. Dus als hij 0 is, dan heeft hij 500ste speling. Dus hier heeft hij 500ste. Ja. Iets kleiner zie je. Dus het zou er eigenlijk toch los in moeten kunnen. Kijk! Ja? Ah, mooi. Ah, deze komt ook goed. De lager eruit gepest. Ik ging eigenlijk een dingetje. Ja, hij is er al uit. Hij is er al uit. Ja, ik ging eigenlijk een stukje materiaal zoeken om een hulpstukje te draaien. En toen kwam Brian tegen. Die zei: oh, maar die hebben wij liggen. Ah. En hem zo eruit gepest. Die drijfstangen set wilde ik eigenlijk compleet maken. Dat deze nou. De zout heeft drijfstangen klaar. De bussen die zijn nieuw, die zijn ook klaar. Dan gaan we beginnen, denk ik, met de kleppen zijn geslepen. Hè? Ja, ja, die staan al klaar. Kijk dan eens. Gaan we nog een keer gelijk. Ja. En dan eventueel zorgen dat we de goede geleiders gaan hebben zitten. Dan moet één geleider nog worden geperst. Ja. Hè? Ja. Ja. En als de geleiders er allemaal goed in zitten, dan gaan we het er. Dan kunnen we nog de nieuwe zetels erin zetten en velzen. Ja, dat krijgen we nog al niet. Ik wou zeggen, dat is een. En dan kunnen we de koppen ook nog gaan frezen. En dan maken we alle componenten, alles helemaal klaar. En dan gaan we pas aan het assembleren. Oké, ja. Goed. Ja, jij moet vertellen hoe we het gaan doen. Ja, maar. Ik ben stagiair, hè, vandaag. Dus, jouw motor, hè. Ja, 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 dat klopt, maar. Ja. Ik kom jullie expertise afkijken natuurlijk, hè. Poets jij weg nu. Nee. Shit. Ik had het gezien. I love it. Ik haal even de scherpe kant eraf. Dan kan deze dadelijk daarin. Bij deze? Nee, bij... Deze. Deze moet eruit. Die moet er eerst uit. En dan persen we deze daarin. Ja, ze hebben allemaal wel speling hoor. En nou kan hij ook een beetje ovaal zijn natuurlijk, omdat hij nou niet meer ondersteund wordt door het gat. Net de laatste snipje. Dat is te versleten. Oké, dan gaan we deze even oppoetsen weer. En dan persen we dadelijk de andere erin. Kijk. Mooi schoongemaakt. Maar nu? Moeten we hem gewoon zo erin gaan persen? Of moeten we hem eerst gewoon verwarmen misschien? Oké, laten we dit gewoon meenemen naar daar. Ja. Brian is daar, die heeft vast een idee. Zouden we die gewoon kouder terug in moeten persen? Wordt er ingepest, geperst met speciaal vet? Kom maar. Het is echt speciaal vet, ja. Dat is mooi, kunnen. Hey. Nou gaat hij goed. Ja, doe het met loslaten, dat je nergens kan zetten weg. Ja. Als je alleen maar scheur hoor. Ja, dat dan blijf je scheur, ja.
Nou. Prachtig toch? Wel even nog een meter. Ja, dat moeten we sowieso. Hé, hey, top, dankjewel. Pas de pen erin. Ja, we moeten hem nu, we hebben hem net geperst, dus we moeten hem nog gaan meten nou. Ja. Ja, mooi hoor. Zo. Goed hè? Nou, twee plekken, dus deze kant en die kant. En zo meten, dat moet je ook weten. En dan de buitenmaat, die gaan we ook zo meten, zo meten. Dus bij de deelnaad, links en rechts van de deelnaad, een haaks op de deelnaad. Die maat ervoor. Ja, ja, ja. En links en rechts dan is het eigenlijk zo, zeg maar, daar en daar uiteraard. Zo en zo. Ja. Ja, en al zo. En zo. Ja. Nou ja, oké. Okay. Rauw. Maar ja, als ze straks in hun schuren, dan valt het. Je mag zeggen als het slecht is, hè? Dan moeten we het opknappen. Je hoeft je niet in te houden omdat de camera aanstaat, bedoel ik. Ik heb ze gemeten inderdaad, ja. Waarop? Hier, hè? Op deze vlak. Ja, maar waar hebben deze opgelegd? Oh nee, gewoon in het apparaat. Ja. Ik wil eens kijken of dat helemaal goed is. Ja! Als je op een machine zet, dan kan je steel gewoon slingeren. En hier doe je eigenlijk centraloos, hè? Ja, ja, ja. Ja, want dat was... Daar kwam ik wel achter. Ik kwam er wel achter dat als ik ze in de machine had staan en ik had ze geslepen, dan waren ze goed. Dan haal je ze eruit en ze een halve slag anders in de machine, dan slingeren ze weer een beetje. Ja. Ja, dat, dat is goed. Hey. Dat maar ja, misschien moet ik ze allemaal nalopen of... Dat zou ik wel doen. Ja, ik ben een second. Klaar, denk ik. Laten we ze gaan controleren zo. Ja, dat is wel interessant. Hè? We hebben ze net eerst in dat bankje geslepen. Maar toen was er toch een probleem dat hij een beetje slingerde. Had ik ook wel een beetje gezien eigenlijk. Want als ik de klep namelijk eruit haalde en een half slag draaide weer erin zette, dan, ja, dan was hij weer niet recht. En als ik hem dan sleep en ik deed hetzelfde, dan was hij weer niet recht, om zo maar te zeggen. Deze machine, ja, die... Die kan centerloos slijpen. Ja, was nou centerloos? Kijk, het machientje wat daar staat, daar zit eigenlijk een soort van boorkop in, hè, als het ware, waar dat deze wordt ingeklemd. En die gaat ronddraaien. Maar als er in die klem, als daar een, ja, als daar een van die klauwen ongelijk is of zo, dan kan het zijn dat hij uit het midden is opgespannen en dat hij dus gaat slingeren. Nou, deze, daar zit geen klem in, maar je ziet hier gewoon rolletjes zitten. En hij wordt gewoon echt opgeklemd tussen een aantal rolletjes. En die laten de klep draaien. Dus dan is dit vlak, ja, dat is perfect uitgelijnd met dit vlak. Dus het kan niet dat deze nou eigenlijk scheef zijn. Maar we gaan toch controleren.
Zie je daar? Oh, zie je daar? Zie je daar? Bijna niet, het is zo weinig. Vijfhonderdste. Dat is binnen spek, dat mag. The next one. Oeh. Ook very nice. Nice. That's nice. I like it. Kijken, nog een keer keuren. Ze zijn nu wel goed. Oh, kijk dan. Deze is tegen perfectie. Ho, ho, 200ste, ja. Lekker, man. Helemaal kwent een bol, hè. Is goed. Wel, hè? Lekker, man. Ben ik geslaagd voor het examen klepslijpen? Ik ben geslaagd voor leerlingen revisie, natuurlijk. Mooi. Meetopstelling een beetje aanpassen. Een vieze jongen. Nou, wel beter. Ja. Hij is prima. Hij is gewoon niet zo mooi. Oh, die zat al. De laatste. Ja. Ziezo, de dag zit weer op. Even de tussenstand. Kleppen die staan klaar. Cilinderkoppen, dat is, was een puzzel, maar daar zijn we nou ook aan uit hoe het moet gaan gebeuren. Dus dat kan ook allemaal in elkaar de volgende keer. Ja, de drijfstangen, die liggen hier ook al klaar. We hebben natuurlijk die ene bus hebben we nog uitgewisseld. Ze staan allemaal op moment. Meetgereedschappen liggen er al bij, dus we gaan ze nog controleren natuurlijk. Cilinderbussen, die hebben we gepast en die zijn goed. Dus dat is ook alweer een meevaller. Ja, dus het ziet er naar uit dat we toch echt heel binnenkort kunnen gaan opbouwen. Dus, ik zou zeggen, zeker de volgende keer weer kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.